Hallo luisteraar, ik ben John Brosens en ik zit bij filmmaker Bas Romeijn achter de microfoon om een bijzondere vrouw in te leiden die ons straks zelf iets gaat vertellen over haar activiteiten tijdens de oorlog. Barendrecht eert haar met een gedenkplaat aan een gevel bij de trapopgang naar de middenbaan met de tekst: hier stond een boerderij, een bolwerk van verzet. Bewoners leefden vaak in angst, maar godzijdank en ieder werd gered. Al kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Jaan Jiscoot in Barendrecht op verschillende manieren actief in het ondergronds verzet. Al op 10 september 1942 werd zij samen met haar broer door de Duitsers opgepakt op verdenking van hulp aan Joodse vluchtelingen en zat 6 weken gevangen. De Barendrechtse journalist Albert van Ruller was in 1943 een van de oprichters van het illegale blad Trouw. En al gauw was Jaan betrokken bij de verspreiding van Trouw, maar ook van Vrij Nederland. En dat bleef zij doen toen er bij haar een Duitse officier ingekwartierd werd. Ook had zij op een bepaald moment een familie van 4 personen als onderduikers in haar huis aan de Dorpstraat. Tegelijkertijd werd haar huis steeds meer een uitvalsbasis en rustpunt voor de verzetsgroep van Johannes Post, waarbij ze ook zelf in actie kwam. Enkele jaren geleden kreeg Bas Romeijn van René Baan een cassettebandje uit 1992. Dat bleek een opname van een interview door Suzanne Mulder van Radio Rijnmond met deze toen 88-jarige opmerkelijke vrouw. Heel nuchter en zonder opsmuk vertelt zij over haar tijd met de knokploeg van Johannes Post en haar taak bij de overval op het postkantoor van Oud-Beierland. Anna Jiscoot was een van de Barendrechters die zich kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog inzette voor het verzet, alhoewel het die naam nog niet had, begin van die oorlog. Ze werkte in eerste instantie vanuit het ouderlijk huis en ze werkte nauw samen met haar broer. Bewijzen waren er niet, maar op verdenking van het verlenen van hulp aan Joodse vluchtelingen werden broer en zus op 10 september 1942 door de Duitse bezetter opgepakt en vervoerd naar het Haagse Veer, het politiebureau in Rotterdam. Haar broer die ging uiteindelijk op transport onder geleide van SS naar Duitsland. En Jana die verbleef 6 weken op het Haagse Veer. Maar ik mocht gelukkig weer naar huis en gelijk ging het weer door. Want dezelfde dag toen kwamen de verboden bladen, die kwamen dan weer. Dat ging dan. Ja, dat ging gewoon. En in die tussentijd waren hier toen die mensen gekomen, die even geweest uit Rotterdam. Die bleven dan. Want die mochten in de Vierambachtstraat woonden ze en daar mochten ze niet blijven wonen. Nou, en die zijn tot na de oorlog gebleven. Maar dat was een goede camouflage. Want het was dan toch een huis dat in en uit gelopen werd. Onberekenbaar een beetje, want als ze hier alleen zitten, ja, dat is zo. En dat ik toen op Haagse Veer gezeten had, dat was ook wel weer, want je haalde daar direct de goeie eruit. En er was er een bewaker, die was goed, en die stuurde je dan naar huis met een briefje. Dat deed je dan op de wc, en dan wisten ze dat het goed ging. En ze gaven weer een antwoord mee terug, hoe het hier was. Maar toen na de weken dan, als er een ander in het Haagse Veer opgepikt was, had ik zo contact. En dat was dan toch wel weer een voordeel. Ja, die Jodenmensen, dat was dan toch nog ook nog wel aardig. Er was een meisje in dat, zo'n jaar of 9, 8, misschien nog wel jonger, die werd dan gehaald uit Rotterdam en dat was hier, want de ouders die waren al in Barendrecht. En die waren ondergedoken bij een onderwijzer. En toen was er op een zondagochtend een razzia hier waren. En ineens kwam er een grote vrachtauto, er sprongen de Duitsers eruit en dan gingen ze zo'n dorpsstraat af. En die mensen, die werden opgepakt. Maar die ene was op een zondagochtend en die mevrouw, die was onder een kelder
trapje, was ze onder het trapje gaan zitten. En toen konden die Duitsers ze niet vinden. En buiten, zelfs in de regenton, gingen ze kijken, maar ze konden ze niet vinden. En toen waren die Duitsers weg. Had ze een buit gezeten onder het trapje. En toen kwam ze bij mijn zuster, die woonde in de Voordijk. En helemaal ontdaan. En, nou ja, hebben ze weer gerustgesteld. En toen is ze, hebben ze, had je de tram die reed nog. Maar, en dan had je daar een pad. En dan liepen die mensen naast die tramlijn naar de achterweg. Door de sneeuw een heel stuk af. Anders moest je over die eerste baan weg ze weg. En toen gaven ze een bijbeltje in haar handen. En toen was net of dat ze zondagochtend naar de kerk ging. Toen ging ze dat trimpad uit. En daar had ze dan die straatweg gehad stemmen kennen. Stel ze dan weer onder kon maken. Maar toen was ik op Haarseveer. Dan werd je gelucht. En dan liep je, je mocht een kwartier buiten. Moest je lopen. Maar je mocht tegen de Joden. Mochten wij niet omgaan. Dat was verboden. Maar dan liep daar iemand. Dat was net die mevrouw die dan mij met dat bijbeltje weggestuurd had. Als twee druppels water leken ze op elkaar. Maar, dus dan liep ik er langs. En dan zei ik, ben je zus van Roos? Ze heette Roos. En dan de volgende keer zei ze weer, ja. En dan, zei, dan kon ik weer zeggen, ze is veilig. En dat weer. Derde uitzending van De Weg naar Kralingen over Barendrecht. Verder met de nu 88-jarige Jana Jiskoot. Onderwerp van gesprek is de rol die zij uiteraard samen met anderen in het verzet heeft gespeeld. En dat moet je altijd weer benadrukken, samen met anderen. Want niemand die zo'n rol gespeeld heeft, wil op de voorgrond geduwd worden. Een van de dingen die ze gedaan hebben, dat was toen het bericht doorkwam dat bewoners van onder de 40 jaar te werk gesteld zouden worden in Duitsland. En toen hebben ze maatregelen genomen bij het stadhuis. En dan hadden wij contact op het gemeentehuis. En dan werden die jongens eruit gelegd. Uit de bevolking. Van die jaar tot verder. Dus ik heb nog hele vellen met die namen van die jongens. Die dan. Ja, van die leeftijd dan. Hè. En toen in 44. Ja, toen kwam die van de van Porsche, van die onderduikers en zo. En dat was in de winter. En toen moest postkantoor in Oud-Beierland moest dan gekraakt worden. En toen hebben ze daar zitten wachten, want dan kwamen die zakken met bonnen. Die kwamen bij de postkantoor en dan moesten ze voor de hele Hoek Zwaard. En dan moesten die uit dat postkantoor gehaald worden. En toen hebben ze zitten wachten, van december was dat, en die kerstdagen en zo. En die zaten dan aan de Zinkweg daar bij een boerderij. En die hebben toen voor niks zitten wachten. En toen moesten ze weer een andere richting daar ook weer kraken, omdat ze afgesproken hadden. Dus die gingen weg, die jongens, die konden niet blijven wachten. Want we gingen een keer, gingen ze. En toen dachten ze dat die een oproep. En toen dachten ze, nou, die kraak te doen. En toen waren postzegels. Ging het niet door. En toen, een paar dagen later, toen kwamen die bonnen dan met die zakken. Dat was dan toch wel heel veel. En toen waren die jongens er niet, die knokploeg. Dus toen een onderduiker, die hier van het gemeentehuis dan, die was in de Hoek Zwaard. En ik moest dan ook komen. En een onderduiker, met een onderduiker dan hier van de straat, die wij dan ook kenden. Dus wij met z'n drieën dan, want die jongens van Oud-Beierland, die konden in dat postkantoor niet binnen, want die waren bekend. Maar ik wist helemaal niet waar dit postkantoor was. Dus ik, met de fiets moest ik dan eerst naar Oud-Beierland, s'avonds. En toen stond er mensen op die voorstraat. En toen vroeg ik waar het postkantoor was. Het was natuurlijk gevaarlijk, maar ik wist het niet, ik dacht. En dus die mensen zeiden, nou, hier die straat in, die postkantoor. Dus, en ik kreeg dan zo'n klein revolvertje met zo'n zes patronen erin.
Maar die jongen die moest verder naar binnen. Ik moest het ambt aanpakken en naar buiten aan de jongens geven. En die reden dan met de fiets weg. En toen waren die zakken. En toen werd ook voor het eerst werd mijn geld meegenomen. En dat was goede buit. Dat was zo'n 70.000 zo. En toen gingen wij met de fiets. Ja, we hebben precies gereden. Weet niet, de jongens die reden voor. Maar toen zag ik dat er iets viel. Dus zei, oh jongens. En dan was die zak. Dan was dat bundeltje met papieren guldens. 50 of 100, weet ik niet. Dus fijn dat wij weer. Maar dan zat er zo'n spoorraad. En dus dan had de jongen die zak weer beter goed gezet en wij naar die zink weg. Maar dan moesten wel die nacht daar blijven. En nou ja, maar zondags, toen 's morgens was de Baarnesse brug afgezet met de Duitsers en de Hollandse politie. En wij moesten daarheen. Toen was ik op Heinenoord en daar was bij de pastorie, bij die dominee, Kouwmal, geloof ik dat die heette. Daar brachten we ook altijd bollenkaarten. Dus die kende ik. En toen heb ik 's morgens, moesten wij over die brug, maar nam natuurlijk niks mee. Waarom? Toen zei ik, dominee, mag ik als ze me aanhouden op de brug zeggen dat ik vannacht hier geweest ben? Want ik kon niet zeggen op die boerderij in de Zinkweg en ik moest toch ergens geweest zijn. Oh ja hoor, zei hij. Maar hij wist niet dat in Oud-Ierland een kraak gebeurd was. Dus toen kwam het op de loop van de nacht. Toen hoorde hij dat Oud-Ierland gekraakt was. En dat ik uit de hoek zo hard kwam. Toen is hij die dag maar ondergedoken. Jana Jiskoot die werkte onder andere samen met de ploeg van Johannes Post, een bekend verzetsman die eind van de oorlog is verraden en gefusilleerd. De jongens die waren vaak te vinden in de woning van Jana aan de Dorpstraat. En daar kregen ze op een kwade dag het bericht onder ogen in Trouw, waarin kritiek werd geuit op het meenemen van geld bij overvallen op postkantoren. Geld dat gebruikt werd voor de hulpverlening aan onderduikers. Jana Jiskoot over dat bewuste artikel. En dan dachten ze dat dat een soort wilde bende was, die jonge jongens die dan geld. Dus toen zei ik, nou dat is helemaal niet erg, want die meneer van de krant, van Roller was dat. Ik zeg, die woont hier Baanrecht. En dan vraag ik of dat die morgenochtend hier komt. En die kwam hier en die zag al die jongens hier. En we waren nog aan het ontbijt. En dan was dat Johannes Post. En dan was het Jan Wilschot, die was vliegenier. En er waren er van de politie. En er waren, nou, het waren allemaal keurige jongens. En toen hebben ze eens goed gezegd bij die man hoe of het was en hoe of het zat. En toen heeft hij dat toch weer herroepen. En toen kreeg hij er een begrip voor. En Johannes Post was, ja, ik vond het toch wel een verstandige man. En hij was, ja, heel secuur. En dan, ja, toen is Zwijndrecht gedaan. En verschillende kraken van hieruit weer met die jongens. En dan zag ik toch die spanning op die gezichten. En dan Zwijndrecht, toen ging dat half. Toen kwam toch die Duitsers nog weer, zijn ze weer achtervolgd, maar ze zijn er allemaal goed afgekomen. Maar het was toch de hele nacht duurde eer dan ze thuis waren, want dan moesten ze van Zwijndrecht af. De ene kwam over Heringsdam en de andere over Resort. En Johannes, maar ze namen wel er buiten mee. Ze hadden wel een bonnenkaart en dat wel. En dan had Johannes Post aan de Resort, was dat. Kwam die, of de Lange Weg heet, ik weet niet precies, daar had hij die zak gelaten. En toen kwamen ze laat, kwamen ze hier toch wel erg ontdaan. Want de ene jongen bleef weer lang weg. En want ze, er was ook nog geschoten, zijn ze er allemaal doorgekomen. En toen de andere ochtend, toen hadden we hier een politiepak van zo'n iemand, Johannes Post. Hij wist drommel, maar toen was hij door de polder gekomen. En dan als vreemde uit Drenthe.
En dan weten ze het toch weer te vinden. Moesten weer over slootjes springen en zo. Maar de andere ochtend ging hij met nog een onderduiker. En hij een uniform. Maar dat was het veel te kwaad. En dan had hij toch nog weer plezier. En toen ging hij, 's morgens ging hij die zak halen. Waar hij dat achter in die polder gelaten had. En die kwam dan toch weer hier. Hè. Dagen. En dan hadden we hier een orgel. En daar hadden ze de wapens in liggen. En elke onderduiker had 2 revolvers. En marinespost, die was hier. En dan 's morgens maakte ik die bedden op. En toen was hij vergeten om die wapens weg te halen onder zijn kussen. Maar ik had ze er weer onder gelegd. Ik had bed opgemaakt en ik had er weer onder. Dat en ik dacht dat ik verstreek zou zijn van die wapens. Maar dat hoorde erbij. Daar werd je zo vertrouwd mee. En van hieruit hebben ze ook in de Archimedesstraat in Den Haag die wapens overval gehad. En dan s'avonds was er hier 40 revolvers op tafel. En toen hebben ze een foto gemaakt. Maar dat was lichtbij en na de oorlog ontwikkeld, maar dat was niet meer te zien. Maar, en dat werd dan onder de knokploegen, werd dat dan, maar de voorraad werd wel hier op zolder gedaan. Jaap Veldman, die kwam dan uit Breda dan weer voor zijn ploeg. Wapens halen en dan probeerden die. En toen was die boven bij die schuilplaats bij mij. En toen ging dat wapen af naar beneden. En ik schrok, want hier beneden zat die oude mevrouw, die zat aardappelen of uien schoon te maken in de kamer, bij haar dan. En toen was die net door die zolder bij haar op de vloer geketst. En die schrok, en dat ze oprees. En toen kwam ik beneden, want toen schrok ik. Het was de richting van dat kamer. En toen zat ik van, wat is dat? Zei ze. Ik zei, oh, ik had een flesje, dat liet ik kapot vallen. En ik zoek naar dat kogeltje, ik kon het niet kunnen vinden. En dat was dan wel zeil, maar het was wel onder dit zaal, was een betonnen vloer. Dus dat ketste toch wel. Ze zei, het ketste hier meer. Heeft u persoonlijk angstige momenten gekend in het verzet? Heel weinig. Heel weinig. Dat je dan weer ziet. Maar je voelt toch dat je dan weer bewaard moet blijven. Hè? Want dan ging ik trouw. Dan kreeg ik elke keer een hele stapel. En die bracht ik dan naar de koedood. En toen was het een storm. En ik had een doekje op mijn hoofd voor de wind, voor je haren een beetje bij elkaar te houden. En ik reed op die hoge dijk en achter op de fiets zat dan een stapel trouwkranten. En toen zeg ik tegen, ik ging naar de koedel toe. En toen stond er ineens een Duitse wacht en daar jongens omheen, zoals dat dan is, van zo'n jaar of 17 of 16. En toen had die Duitser die geroepen, afstappen tegen mij. Maar ik had niet gehoord. Het was storm en ik had dat doekje op mijn hoofd. Dus ik reed door. En ik stak mijn hand op. En die jongens, maar die ene jongen, die wist wat ik ging doen. En, want hij ging maar zijn naar huis. Die, bij zijn moeder, die krant afgeven. Toen zegt die Duitser, als ik wel wil, dan mag ik schieten. Gaat hij maar zitten. Maar die jongen die dacht dat ik zo onverschillig was dat ik doorreed. Maar ik had echt niet gehoord. En dan bracht die jongen met een roeiboot die trouw naar de overkant Heinenoord. En dan werd hij daar weer opgehaald. En dan bracht hij die met een roeiboot over. Dus die jongen wist heel goed wat ik was. Maar ik had echt niet gehoord. En er kwamen ook hier mensen, er kwamen voor militairen. Dan wist je enkel maar die jongen zijn naam. En dan had ik een lamp met zo'n binnenrand. En dan lag ik dan mijn dagelijkse spullen wat ze dan kwamen halen. Wat ik weer af moest geven. Je kon niet elke keer die schuilkelder openmaken. Dat ging niet. Of dat deed je dan niet. En dan kwam er een jongen wat brengen en ik kwam het halen. En dan kwam een ander het weer halen.
Maar dan later hoorde je dan die mensen. Ik was altijd, was een onderwijzer uit Hoeksvaart. Dan ging je een resort, gaf die onderwijs. En dan zegt hij, ik was altijd weer blij als ik hier weer weg was. Die voelde zich onveilig. Maar je had er ook die, vaste tijden kwamen ze dan. En die kenden je elkaar en over en weer was dat wel wat je was. Maar er waren geen mensen die hier binnen waren, tenminste niet wel door even de boodschap, maar je vertelde niet alles aan elkaar. Je stond er ook weer bij, je wist van elkaar. En je werd ook nooit, zet ik namen ergens. Als ik een vijf winkel bijvoorbeeld, dan zette ik een vijf. En als ik de dominee, die kreeg ze dan ook, dan was er weer oom, dan zette ik een ootje. Geen volledige adressen zette je in de boekjes. Maar je wist wel waar elke keer die bonnen. Maar dan schrok ik wel eens, dan ineens stond er een man die een groot gezin had. En dan stond hij voor de deur en dan zegt hij, heb je niet een bonnetje voor me? En dan maakte ik maar geen praatje. Dan gaf ik hem maar een bonnetje, maar je kon niet veel doen. Je wilde wel, maar dat was gevaar. En dan maar zwijgen erover. Hoe konden ze nou weten dat ik bonnen had?